experten, virologen, zijn die mensen dom of kwaadaardig? Zit er daar iets achter of snappen die dat echt niet? Dat is een hele moeilijke vraag. I'm surrounded by idiots. Idiots. Ben je de coronamaatregelen ook zo beu? Abonneer dan op dit kanaal en klik op het belletje, zodat je volgende uploads niet mist. Goedemorgen iedereen en welkom op het kanaal van The Lifting Dermatologist. Ik ben dokter Steven de Vos en ik heb vandaag opnieuw een collega als gast. Welkom Hilde. Hilde, dokter De Smet. Dag Steven, bedankt om mij uit te nodigen. Hilde is, net zoals ik, nogal begaan met de gezondheidscrisis waarin we ons momenteel al 8 maanden verkeren. Kunnen ook moeilijk anders. Gilde, laat ons eens beginnen met de meest voor de hand liggende vraag, althans voor mij. Hoe kan het dat veel dokters, zoals u en ik, eigenlijk niet kritisch staan tegenover al deze maatregelen? Ik heb de indruk dat de meeste dokters gewoon naar het laatste nieuws en naar VTM kijken en zich neerleggen bij wat er daardoor de viroloog wordt gezegd. Hoe kan dat eigenlijk? Wel, Steven, ik heb mij dat ook al afgevraagd. Nu, ik denk dat dat iets is dat niet nieuw is. Dat heel veel artsen eigenlijk volgen wat hun voorgeschoteld wordt. Die ook na een opleiding soms weinig vragen durven stellen. Maar anderzijds weet ik ook wel dat er veel artsen zijn die zich wel vragen stellen, maar niet durven spreken. En we zien dat mijn collega's in het buitenland die hun werk verliezen. Ondertussen is ook het eerste slachtoffer in België gevallen. Dr. Pascal Sacré, die op staande voet ontslagen is van op spoed. Omdat hij durfde vragen te stellen. En ik ken persoonlijk ook artsen die al een keer iets durven posten hebben op Facebook. En die dan kritiek krijgen van collega's van zijde jij een antivaxer, zijde jij een complotdenker. En dan wordt dat eraf gehaald. Als jij een lening hebt en 3 kinderen en een job die je graag doet, dan denk ik dat heel veel artsen op dit ogenblik denken van dit zal wel voorbij gaan. We doen gewoon mee en we wachten af. Maar als iedereen natuurlijk zo denkt, zo schiet het eigenlijk nooit op. Want ik kan de politici vergeven, ik kan eigenlijk de leek in de straat het natuurlijk ook vergeven. Die mensen zijn doorgaans niet wetenschappelijk opgeleid en die geloven, of geloven niet, die weten niet wat ze moeten denken van het nieuws. Ze horen misschien wel verschillende stemmen, maar mensen die wetenschappelijk opgeleid zijn, ik hoor dierenartsen, ik hoor artsen, die eigenlijk letterlijk nazeggen wat op het nieuws wordt gezegd, dat kan ik niet begrijpen. En als er dan mensen zoals u en ik proberen misschien 1 per 1 of via alternatieve kanalen wat kritiek te verspreiden, dan worden we inderdaad afgedaan als idioten, complotdenkers en zo verder. Dat is natuurlijk gemakkelijk op de man afgespeeld. Maar hoe kunnen we eigenlijk als kritische mensen, als u en ik, daarmee omgaan? Psychisch, ik vind dat nogal moeilijk. Wat is uw idee daarover? Wel, ik vind dat ook heel zwaar eigenlijk. Nu, ik denk dat ik nu steun haal uit het feit dat ik op dit ogenblik in contact sta met een gans aantal internationale artsen ook, die met hetzelfde thema bezig zijn. Met mensen uit Europa, maar ook uit Zuid-Afrika. Dus het is overal ter wereld bezig. En daar haal ik wel steun uit, van dat je niet alleen bent. Alleen is het grote probleem op dit ogenblik dat degenen die een andere mening hebben, worden zodanig gecensureerd. Wij komen niet in de media. Ik heb de media vele keren gecontacteerd. Maar daar komt nauwelijks respons op. Dat is een heel groot probleem. Het is alsof dat je staat te roepen in de woestijn en niemand wil zelfs uw mening horen. Ik heb nu op dit ogenblik zoiets van zwijgen is echt niet meer aan de orde. Dus vandaar ook mijn laatste filmpje. Ik moet gewoon spreken en al ben ik alleen, dan nog ga ik het doen. Je bent niet alleen, Hilde. En waarom is deze situatie eigenlijk wereldwijd nogal identiek overal? Hoe kan dat in alle landen dat dit precies zo loopt? Wel, wat dat we zeker zijn, is dat er heel veel
onder invloed van de Wereldgezondheidsorganisatie gebeurt. En om ja, nog niet in het complotdenken te gaan, maar wat we wel weten is dat daar zeer grote sponsoring is. Dat de voornaamste financier van de Wereldgezondheidsorganisatie nu de Bill en Melinda Gates Foundation is. Die zitten mee aan tafel. En die hebben natuurlijk ook zeer veel ja, belangen bij de farmaceutische en vaccinatieindustrie. We weten dat Bill Gates een zeer grote voorstander is van vaccinatie. En ik weet niet precies hoe dat zit, maar ik denk dat landen op een bepaalde manier toch bijna verplicht zijn van die maatregelen op te volgen. We zien nu dat in de VS Trump zich teruggetrokken heeft uit de Wereldgezondheidsorganisatie, maar die ligt daarvoor onder vuur. En natuurlijk, Trump is in Europa helemaal niet populair. Dus daar hangt bijna uw mening over corona af van de politieke partij waar dat je in zit. Maar dus ja, de voornaamste rol wordt toch wel gespeeld door de Wereldgezondheidsorganisatie. En wat denk ik ook meespeelt, is eigenlijk ja, de besmettelijkheid tussen de landen. In die zin dat als één land een maatregel invoert, kan een ander land toch niet achterblijven. En iedereen verschuilt zich achter het feit van, ja, maar iedereen doet het, dus wij gaan het ook doen. En dat is natuurlijk een heel ja, ziekelijke situatie. Ik was onlangs nog wat onderzoek aan het doen over Nieuw-Zeeland, waar dan men de isolatiehotels heeft. Ook in Canada is daar sprake van. Waar dan mensen eigenlijk ja, die het land binnenkomen of die zich niet willen laten testen worden en opgenomen. Nu, Nieuw-Zeeland had 25 doden op 5 miljoen mensen. En je kunt dan zeggen, dit is ja, dankzij die isolatiehotels, maar de vraag is. Verantwoordt dit echt het ontnemen van de mensenrechten, dat je mensen tegen hun zin zomaar mocht opsluiten voor die 25 doden? Wat we zien is, er wordt nooit een duiding gegeven hoeveel doden sterven er aan de griep jaarlijks, hoeveel doden sterven er door kanker, hoeveel doden sterven er nu door de maatregelen, door de lockdown, aan zelfmoorden, door de financiële stress enzovoort. Maar daar zien we nooit cijfers over. We zien eigenlijk alleen de absolute aantallen aan coronadoden. Wat ik u ook nog wil vragen is uw mening over onze zogenaamde experten, virologen, die we de ganse dagen op televisie zien of gezien hebben. Hoe kan het dat die mensen eigenlijk de politiek aanbevelingen geven die niet op wetenschappelijke zaken gebaseerd zijn? Zijn die mensen dom of kwaadaardig? Zit er daar iets achter of snappen die dat echt niet? Dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat die mensen een zeer goede mening hebben. Het probleem is alleen als je maar één mening hoort, zonder kritiek of zonder wederantwoord, ja, dan krijg je geen duidelijk beeld van de waarheid. Dus die virologen, ja, die zijn bezig met virussen, dus die mogen zeggen we dat ze willen, maar het is ook belangrijk dat er mensen uit de praktijk gehoord worden, mensen met een andere visie. En dan pas, dat is ook de basis van onze ja, politiek, van onze democratie, dat er verschillende stemmen kunnen zijn. En ook in de wetenschap, als er maar één stem gehoord wordt, dat is geen wetenschap. En ja, wat wij wel weten is dat er een aantal mensen ook ja, financiële belangen hebben, laat ons zo zeggen. En of die daar een invloed spelen of niet, daar durf ik mij niet over uitspreken. Plus daarnaast, onze meneer Van Gucht is zelfs geen arts, dat is een veearts. Professor Van Rans heeft ook nooit echt patiënten gezien, die is met theorieën bezig. Daarnaast denk ik dat zij ook wel beïnvloed worden door de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik weet dat een tijdje geleden kreeg Jaap van Dissel van het RIVM, dat is eigenlijk de Nederlandse Cienzano, het advies van Fauci, van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat hij de mondmaskerplicht nu wel een keer moest invoeren. En Jaap van Dissel had de moed om te zeggen van ja, maar wij hebben hier niet voldoende evidentie voor. Maar ik kan mij voorstellen dat jij als expert, als jij ergens ten eerste onder druk gezet wordt door een andere organisatie die wereldwijd ja, in aanzien staat,
En dan misschien toch ook wel wat ja, financiële belangen hebt, hé, of dat creëert een zekere loyaliteit. Ja, dat je dan een heel eenzijdige visie krijgt. En dus volgens mij is het grote probleem niet zozeer die paar virologen, maar wel het feit dat er niemand anders aan experts gehoord wordt. En wat ik wel merk is dat de virologen nooit met wetenschappelijke evidentie komen. Ik herinner mij toen dat die brief van Docs for Open Debate begon te circuleren, werd Mark van Rans hierover aangesproken in het nieuws. En Ewem de Vilder zei van ja, maar dat zijn toch ook intelligente mensen, kunnen die geen mening hebben? En Van Rans zei ja, maar toch is er een epidemie. Dat was zijn antwoord. Ja, dat is geen antwoord. Van toon dat die epidemie er is en men komt alleen met absolute cijfers, opnieuw zonder duiding. Daarnaast ja, heb ik ik niet alleen, nog een aantal mensen een herberekening gedaan van de Cienzano-cijfers en daar zitten toch wel een aantal fouten in. Van waar komen die fouten? Geen idee. Maar daar komt geen transparantie over. Een aantal politici hebben al gevraagd om de cijfers per ziekenhuis vrij te geven. Maar Cienzano weigert dat. En de vraag is waarom? Wat mij nogal tegen de borst stoot, is dat die maatregelen die worden genomen om de 3 dagen bij wijze, of soms letterlijk, dat die niet worden nagegaan wat ze opleveren. En dat kun je ook niet meer nagaan als je natuurlijk om de 3 dagen nieuwe maatregelen neemt. Dus men heeft bepaalde maatregelen ingevoerd, 3 dagen later opnieuw, 3 dagen later opnieuw. En dan nu, enkele dagen na het begin van de lockdown, zeggen ze, ah, de cijfers zijn aan het dalen. Ja, dat kan natuurlijk niet kloppen. En als het al zo is, aan welke maatregelen ligt het dan? Of ging het sowieso dalen? Ik snap de methode niet. U wel, Hilde? Nee, want het interessante is dat we, en dat zagen we trouwens ook voor de lockdown, dat wat dan men noemt de virusreplicatiesnelheid, dus eigenlijk de snelheid waarmee het virus zich vermenigvuldigt, was al aan het dalen voor de lockdown ingesteld werd. En nu met de tweede golf is die eigenlijk gestagneerd op 10 oktober en is die rond de 23e eigenlijk voor de lockdown ingesteld werd. Was die terug aan het dalen? Natuurlijk is daar ook een zeker een delay op voordat je dat gaat merken aan de zieken. Maar dus nee, allee, men kan dat niet evalueren. Er circuleert nu een filmpje op sociale media met een vergelijking tussen de cijfers tussen Argentinië en Zweden. Wat dat we weten in Argentinië. En ik heb daar een fout gemaakt. Blijkbaar is niet het ganse land in volledige lockdown sinds maart, maar wel nog een aantal grote steden. Dus die mensen zitten al opgesloten sinds maart. Zien we dat er een zeer hoog dodental is dagelijks. Terwijl in Zweden dat de coronadoden ongeveer op nul staan. Dan zeggen de critici weer ja, maar ze kunnen nog komen. Absoluut, dat gaan we moeten afwachten. Maar dus de vraag is, wat leveren die maatregelen op? En niemand die het weet, en toch worden ze continu ingevoerd met strenge straffen, met het lamleggen van het ganse leven, het economische leven, het sociale leven, met schending van de mensenrechten. Alles is natuurlijk gebaseerd op die eeuwige PCR-test. Wat is uw mening over die test? Want daar hoor je ook heel veel kritiek over. Ah, wel, als er iets is dat ik de virologen kan verwijten, dan is dat ze daar eigenlijk, want zij moeten dit weten. De PCR-test is niet diagnostisch. Cienzano geeft dat toe in zijn artikelen, het RIVM, maar ook de FDA, de Center for Disease Control, allee, heel veel experten ter wereld. Ja, schreeuwen dat die PCR-test niet diagnostisch is. Dus je hebt daar verschillende problemen. Ten eerste kan je niet zien aan een PCR-test of iemand een actieve infectie heeft en ook besmettelijk is. Zo is er onlangs ook uitgekomen dat heel veel van die positieve gevallen in de zomer oude besmettingen waren. Maar ze worden nog altijd bij de positieve gevallen getest. Daarnaast is er zeer veel interferentie met andere virussen.
En wat dat een van de problemen is op dit ogenblik, is dat mensen alleen op corona getest worden. Dus normaal gezien zouden we wat men noemt een respiratory panel test moeten doen. Dus je zou eigenlijk iemand moeten testen op 10 virussen en dan eigenlijk kijken welk virus het eerst verschijnt in die PCR-test. Maar dat gebeurt niet. Dus daarnaast heb je dus blijkbaar heel veel vals positieven. Kan je contaminatie hebben door vervuilde lucht, door dingen aan je handen, wat dan ook. Dus dat is echt een probleem. Maar dus de ganse tweede golf die uitgeroepen werd in juli, is eigenlijk zuiver gebaseerd op die PCR-test. En dit klopt gewoon niet. Wij zijn in de lockdown gegaan in maart, april, en ik denk dat niemand daar echt grote problemen mee had. Om de ziekenhuizen niet te overlasten. Flatten the curve, dat was eigenlijk wat we moesten doen. Maar nadat de curve geflattend was, werden andere maatregelen ingevoerd, zuiver op die PCR-test, terwijl dat er geen zieken en geen sterfgevallen waren. Dus daar zit echt iets heel ergs fout. En toch, waarom komt dat niet in de media? Waarom komt dat niet? Allee, waarom spreken de experten daar niet over? Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Ja, natuurlijk, maar men gaat tegen ons dan zeggen, ja, maar ja, PCR-testen of niet. Kijk, de ziekenhuizen liggen vol, voor de moment. Dat is wat ze dan daar nu op zeggen. Hé. Gelijk welke kritiek dat je nu hebt, is van, ja, kom maar kijken op intensieve zorgen. Nu, die Nee, zieken zijn... absoluut. En ik denk dat we niet kunnen ontkennen dat er meer ziekenhuisopnames zijn, absoluut. En dat die COVID voor sommige mensen echt wel een heel lelijk virus is. Het is gewoon zo. Maar nog altijd is de kans om echt ziek te worden van een corona is zeer klein. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft nu wat ze noemen de infection mortality rate op 0,23% berekend. Dat wil zeggen, als je de infectie krijgt, dat je 0,23% hebt om daaraan te overlijden. Dat is eigenlijk in de grote orde van een griep. Nu, daarom wil ik niet de griep vergelijken met corona, maar ik wil zeggen, het virus is niet zo gevaarlijk als lijkt. Daarnaast is het zo dat er in de herfst altijd een toename is aan opnames, maar op dit ogenblik spreekt men niet over de griepgevallen. Alles is corona. Het is zelfs zo dat bijvoorbeeld in Amerika, in de Center for Disease Control, heeft men nu een zinnetje toegevoegd dat men dit jaar geen griepcijfers gaat vrijgeven. Dat die uitgesteld worden tot 2021. Maar dit klopt niet. Er is een toename aan bovenste luchtweginfecties. Maar alles, en ook omdat mensen alleen op corona getest worden, tenzij misschien op intensieve, daar neem ik aan dat dat breder gebeurt, alles wordt aan corona gewijd. En het kan zijn dat er nog altijd een grotere, maar ook daar, zoals ik zei, hebben we geen zicht op een groter aantal opnames is dan de voorbije jaren, in november, oktober. Maar daarbij gaan zeker een gans aantal mensen zitten die ook door andere virussen besmet zijn dan zuiver door de COVID-19. Nog een vraag die ik eigenlijk al aan veel mensen en ook al in het begin aan mezelf heb gesteld, is van hoe ziet u deze crisis, epidemie of hoe we het ook willen noemen, hoe ziet u dit eindigen? Ziet u dit vanzelf uitoven, zoals de meeste epidemieën altijd zijn uitgedoofd vanzelf? Ziet u er een vaccin komen, als dat nu zal werken of niet? Een vaccin zal een enorm placebo-effect teweegbrengen, denk ik. De regeringen gaan de maatregelen loslaten. Ik vrees voor nog een optie, steeds meer opstand bij het volk. Ik lees dagelijks ook de Engelse krant. Ik zie vooral in Engeland enorme reactie van het volk. Elke dag zijn er nu protesten tegen de ook daar weer ingestelde lockdown en zo. Hoe ziet u dit eindigen? Wel, ik las daarnet nog een artikel en dat is eigenlijk heel interessant. Wij gaan moeten leren leven met dat virus. Punt.
Wat als het niet voorbij gaat? Sowieso is nu al bekend dat het COVID-19-virus al gemuteerd is. Dus ja, als dat een virus is dat meer en meer in de circulatie komt, net zoals de griep jaarlijks terugkomt, we kunnen niet elk jaar in een lockdown gaan. Dus sowieso gaan we een manier moeten vinden om te zorgen dat de gezondheidszorg extra capaciteit heeft op de momenten dat er, laat ons zeggen, een uitbraak is. Maar we kunnen niet blijven het ganse dagelijkse leven stil te leggen omwille van een epidemie. Nu, wat het vaccin betreft, ja, daar kunnen we heel veel over zeggen natuurlijk. Maar als het, stel dat het een veilig vaccin is, waar ik zeer grote twijfels over heb. In die zin dat het ten eerste heel snel ontwikkeld is. Normaal duurt het 5 à 10 jaar om een vaccin te ontwikkelen. Ten tweede, omdat het een mRNA-vaccin gaat zijn. Dus eigenlijk een vaccin dat op ons genetisch materiaal gaat inwerken. Dat is de eerste keer in de geschiedenis dat dat gebruikt wordt. En zoals jij weet, Steven, gaat iets dat op ons genetisch materiaal inwerkt. We worden als, laat ons zeggen, Monsanto-zaadjes. Dit wordt doorgezet aan de volgende generaties. Bij mannen kan dat al bij de kinderen, aangezien dat de zaadcellen om de 6 weken aangemaakt worden. Bij vrouwen zal dat pas bij de kleinkinderen zijn. Want als je je herinnert, de eicellen die worden al eigenlijk in de baarmoeder klaargemaakt. Dus we gaan eigenlijk pas over 40, 50 jaar weten wat de effecten gaan zijn van dit vaccin, dat niet voldoende uitgetest werd en dat men nu aan de helft zo niet aan de ganse wereldbevolking wil geven. Dus, maar goed, laat ons ervan uitgaan dat dat toch een veilig vaccin is. Dan kunnen we er nog van uitgaan dat het, net zoals het griepvaccin, dat het op het moment dat het ontwikkeld is, niet meer up-to-date gaat zijn, omdat het virus blijft muteren. Dus de vraag is, wat voor effect gaat het hebben? Wat voor beschermend effect? Ik denk dat dat zeer relatief gaat zijn, net zoals we dat ook weten van het griepvaccin. Dus ja, misschien dat je zegt, je gaat daar een zeker placebo zijn, omdat de maatregelen gaan versoepeld worden en iedereen gaat weer terug kunnen leven. Maar ook dat is geen oplossing. Het is niet omdat Hans de wereld gaat ingeënt zijn dat er opeens geen coronavirussen niet meer gaan circuleren, of rinovirussen, of adenovirussen, of influenzavirussen. Dus wij moeten eerder, denk ik, in de gezondheidszorg dingen structureel gaan aanpakken, waardoor dat wij als land en als wereld bestand zijn tegen epidemies. Dus u bent niet bang voor opstand en burgeroorlogen, zoals ik Oh, sommige ja, mensen hoor? bang. Ik ga heel eerlijk zijn, ik denk dat dat nu aan de orde is. Ik denk dat dat nu aan de orde is en dat er eigenlijk zeer weinig gaat veranderen als individuen niet beginnen op te staan. Ik zeg niet dat dat met geweld moet gaan, absoluut niet. We weten, in Berlijn is daar eind augustus zijn meer dan 1 miljoen mensen samengekomen. Jammer genoeg heeft de media dat helemaal anders voorgesteld. Men sprak over, denk ik, 45.000 mensen en men heeft er dan nog een paar gewelddadige beelden bij gehaald. Van de mensen die ik gesproken heb, die daar geweest zijn, was dat een heel ander verhaal. Is dat eigenlijk heel vredevol verlopen? Er waren er meer dan 1 miljoen mensen. Maar goed, dat heeft weinig effect gehad, blijkbaar. Maar ik denk dat het nu echt aan individuen is om te beginnen zeggen van sorry, wij doen hier niet meer aan mee. Want ik denk dat dat het grootste probleem is, dat zolang iedereen nog de maatregelen slikt, dan krijgt de politiek en de virologen en wat dan ook carte blanche om in te voeren wat ze willen. We weten nu ook wel dat er al een aantal rechtszaken opgestart zijn, een aantal grote, een aantal kleinere. Maar goed, rechtszaken vragen tijd. Er is een heel grote rechtszaak in Duitsland opgestart. Er gaat in Engeland opgestart worden.
met eigenlijk de aanklacht genocide. Allee, dat is een serieuze aanklacht, hè. Maar goed, eer dat dat uitgesproken wordt en stel dat dat gaat naar het internationaal hof in Den Haag, zijn we jaren verder. Maar ik denk dat het ook aan burgers gaat zijn om te beginnen van individuele rechtszaken op te starten. Zo is er al een uitspraak geweest in Charleroi door een rechter die gezegd heeft dat de boetes uitgeschreven tijdens de eerste lockdown niet wettelijk zijn. Maar goed, niemand weet dat. Dus iedereen heeft zijn boetes betaald. In Duitsland is er nu een zaak gewonnen door de horeca. Dus ik denk dat het echt aan de orde is dat mensen stilaan op een vredevolle manier, maar wel op een krachtige manier laten merken van sorry, maar dit werkt niet. De schade die ons berokkend wordt, is misschien groter dan het aantal coronadoden dat valt. Dus ik hoorde nu ook in Frankrijk, zoals ik zei, heb ik contact met artsen in het buitenland, dat het echt begint te rommelen. Er zijn al vier burgemeesters die gezegd hebben van wij doen niet meer mee. In België is dat wel het geval. Daar gaat elke burgemeester nog een keer een extra Extra. hoop totaal nutteloze maatregelen aan toevoegen. Sorry dat ik het zeg, maar dat vind ik echt erover dat de regering maatregelen uitvaardigt tot daartoe, maar dat dan elk stadsbestuur, elke school, elke lokale sportautoriteit, wat dan ook, er nog een keer totaal onwetenschappelijke maatregelen aan kan toevoegen, dat vind ik verschrikkelijk. Dus het begint echt wel te rommelen. En ik denk dat het een beetje gaat zijn zoals het met de epidemie gebeurd is of met de pandemie. Er zal één land in opstand moeten komen voordat de andere landen volgen. Als een soort domino-effect. Juist. Maar iemand gaat, ergens gaat in een eerste stap moeten komen dat de regering afgezet wordt. Of weet ik veel wat dat er gaat gebeuren. En dan, want wij zijn ook de landen, wij zijn kuddedieren. Gaan we zeggen, ah, kijk eens, ah, in Frankrijk is dat gebeurd, misschien gaan wij dat ook doen. Maar goed, we zijn daar nog niet. Ja. Goed, ja, ik hoop samen met u op een goede afloop van deze crisis. Maar zoals u zegt, een afloop zal het nooit zijn. Het gaat natuurlijk altijd door. De coronavirussen waren er al voor deze crisis ook. De influenza-virussen zijn ook niet te onderschatten. In 2018 was er enorme sterfte door influenza. Dat wist niemand. Niemand heeft de economie stilgezet of mondmaskers gedragen. Ik denk dat we ook inderdaad op dezelfde manier naar de toekomst toe gaan moeten omgaan met het coronavirus. En inderdaad, zoals u zegt, het is eigenlijk een klein beetje het falen van de regering om de zorg te versterken, waarvoor dat de burgers nu worden gestraft. Ja, het punt is, men sprak dan al zo lang van die tweede golf. En toch is er structureel niks gebeurd om eigenlijk die herfsttoename te voorzien. En daar denk ik, iedereen moet dan wel mondmaskers aandoen en thuisblijven enzovoort. Maar eigenlijk was dat denk ik de meest duurzame oplossing naar de toekomst toe, dat er ergens een soort reservecapaciteit ingevoerd wordt. Die ons ook het volgend jaar en dit jaar daarna, wat dan ook iedere keer als het nodig is, waar dat we beroep op kunnen doen. Zoals ik zei in het begin, ging het om flattende curve, zorg dat de gezondheidszorg het aan kan. Wel, dat moet mogelijk zijn zonder dat de ganse bevolking daarvoor moet inboeten, hè. Inderdaad, en vooral ook in het voorjaar, tijdens die eerste lockdown, werd zelfs de gewone reguliere zorg afgebouwd. Zelfs ik als dermatoloog mocht gewoon consultaties bijna niet meer doen, enkel de meest noodzakelijke en essentiële zaken, wat dat ook mogen zijn. Nu spreken ze daar niet meer van. Ze hebben blijkbaar geleerd uit een fout van de eerste lockdown. Maar goed, er zijn daar een heel aantal diagnoses van melanoom bijvoorbeeld niet gesteld. Tot 60% minder diagnoses van melanoom. Dat is dus, dat is een sterfte die nog allemaal moet volgen, hè. Dat is collateral damage. Ja, nu, ik weet ook op dit moment, ik weet niet hoe streng het is, maar ik weet dat er op dit ogenblik toch ook al een gans aantal chirurgische ingrepen uitgesteld zijn. En naast het feit dat dokters niet meer een reguliere patiënt mogen zien, tenzij de echte, de dringende hulpverlening,
is het ook zo dat heel veel mensen niet naar het ziekenhuis durven komen. Ze zijn gewoon bang, om besmet te worden. En dat is daarnaast het ganse probleem. En dat vind ik ook heel verwarrend. Ook tijdens de eerste golf, iedereen was daar om 8 uur 's avonds maar aan het juichen, voor de helden van de gezondheidszorg. Nu, de helft van de gezondheidszorg zat thuis met zijn vingers te draaien, moest een premie aanvragen om een inkomen te hebben. Maar ook dat wordt niet verteld. Hoeveel artsen, ik weet niet of jij veel in uw tuin gewerkt hebt op dat moment, maar heel veel tuinen zagen er picobello uit omdat men niet naar het ziekenhuis mocht. Dus dat is een totaal verkeerd beeld dat geschetst wordt van die overbelasting van de gezondheidszorg. Men had ergens een soort shift moeten doen, maar nee, ja. Ja, het was het belachelijkste wat er was. De grootste gezondheidscrisis ooit, zo gezegd. Ik ging elke dag gaan wandelen met mijn gezin hier in Nieuwpoort in de buurt. En ik kwam daar de orthopedist tegen van de kliniek. En die zei ook, ah, ben je ook in congé? Ah ja, ik mag mijn heupen niet steken. Ah ja, ik mag mijn acne niet behandelen. Allee ja, goeie vakantie. Hè. Dus inderdaad, zoals u zegt, de meeste artsen die zaten met hun vingers te draaien. Ganse afdelingen in de kliniek, chirurgie en zo, die waren gesloten. Die verpleegkundigen die hadden daar ook niks te doen. Ik hoorde de sterilisatie en zo. Die mensen hadden bijna geen werk, want die instrumenten van de chirurgen kwamen niet binnen. De helft van het ziekenhuis zat met de vingers te draaien tijdens de grootste gezondheidscrisis ooit. Mensen Ik schijnen dat niet te beseffen. ben zo blij dat je dat zegt, Steven. Want dus nu ben ik ook via mijn filmpje in een verhitte discussie hierover. En mensen geloven dat dus niet. Die zeggen van ja, maar dat is niet waar. Hoe weet jij dat die dokters thuis zitten enzovoort? Ik ben blij dat jij dat nu ook getuigt vanuit je eigen ervaring. Dit is de situatie. En ik weet ook niet waar dan nu die meldingen in de media vandaan komen dat men kinesisten gaat beginnen opleiden om die COVID-zorg te doen. Er is personeel genoeg. Ik snap niet dat die dingen. Ja, ik weet het niet van waar dat die vandaan komen. Je gaat ervan uit dat de verpleging van de raadpleging, de verpleging van het chirurgisch kwartier, die heeft gewoon geen werk. Misschien krijgen ze de keuze om al dan niet in de COVID-afdeling te werken? Misschien is het zoiets dat sommige mensen het niet willen. Maar er is personeel genoeg en er zijn artsen genoeg. Ik dacht toen dat Trump aan de macht kwam 4 jaar geleden dat de term fake news dat iets was die hij persoonlijk had uitgevonden. Maar sedert deze epidemie ben ik ervan overtuigd dat het bestaat, Gilde. Nu. Als ik daar nog één ding over mag zeggen, we weten ook, dus in juni is er in de Europese Commissie een raadgeving, of hoe moet ik dat zeggen, is er een document opgemaakt ter bestrijding van de infodemie. En de infodemie is ook een term door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgevonden, met name het fake news verspreiden rond de epidemie, waardoor duizenden levens in gevaar zouden komen. De Europese Commissie heeft dat ondersteund en in dat document vind je ook echt dat zij gaan samenwerken met de media, met journalisten, om het juiste nieuws te verspreiden. Dus het is gewoon heel duidelijk van dat ook journalisten niet meer de vrijheid krijgen of onder druk gezet worden of wat dan ook, om ander nieuws te verkondigen. Goed, Gilde, ik ben door mijn vragen heen voor vandaag. Ik wil je hartelijk bedanken voor het gesprek. Het is goed, graag gedaan, Steven. En zo zien we allebei dat we geen enkelingen zijn, geen idioten die kritiek leveren zonder erover na te denken. Er zijn er heel veel, net als ons. Kunt u misschien de kijkers nog een website of wat dan ook aanbevelen waar ze kunnen zich informeren? Dat er nog veel meer dokters en artsen zijn die zich verzamelen en dezelfde kritiek spuien. Ik denk bijvoorbeeld aan acu2020.org. U kent dat Ja. wel, de alliantie. Dat is een zeer goede website. Nu, je hebt ook de World Doctors Alliance. Dus ja, zoals je het uitspreekt in het Engels. Een ander zeer groot initiatief is de Great Barrington
Declaration, de Great Barrington Declaration, waar ook al tienduizenden gezondheidswerkers eigenlijk een stem aan gegeven hebben. En dan in België heb je de Docs for Open Debate, Docs CS met een 4 Open Debate. Op die website staat ook zeer veel informatie. Je hebt de Belgium Beyond COVID, is een andere petitie die vanuit Wallonië opgestart is. Daarvoor had je ook de omgekeerde lockdown, maar dat is zuiver de brief. Volgens mij staat daar niet echt veel andere info bij. En ondertussen is er ook een nieuwe website die binnenkort gelanceerd wordt, de Artsen voor Vrijheid, waar eigenlijk tamelijk veel informatie op staat, maar waar ook artsen, verpleegkundigen, patiënten, ouders, wie dan ook eigenlijk een getuigenis, op naam of anoniem kunnen zetten. En ik denk dat dat eigenlijk heel nuttig kan zijn, zodanig dat mensen die een ander verhaal te vertellen hebben dan de mediaschets, dat die dat eigenlijk ook kwijt kunnen op internet. Dus dat is artsenvoorvrijheid.be. Oké, dank u wel, dat gaan we noteren. Dat is Dank u goed. Hilde, merci. Ja, tot ziens. Dag.